Welkom. Welkom bij de ontspanningsoefening, de Shavasana, die we uiteraard bij elke les uitvoeren. Elke les wordt besloten met een Shavasana. Maar nu, vandaag, wil ik jullie meenemen in een iets uitgebreidere vorm. Gezien je daar thuis van kan genieten, kan je uitgebreid de tijd nemen. En je kan ineens meenemen voor jezelf dat wanneer je neerligt, de ontspanningsoefening wordt afgesloten, kan je gewoon kiezen om te blijven liggen en nog even door te gaan en het precies zo in te vullen wat je zelf wil. Ik benoem dat nog op het einde, dus voel je vrij. Voor de beoefening zorg dat je een plekje hebt waar je even op jezelf kan terugtrekken, waar je niet gestoord wordt. Leg je mat neer, neem er gerust wat kussens, een bolster, een deken bij, zodat je comfortabel kan liggen, het warm genoeg hebt, zodat je zelf niet meer stoort tijdens de oefening. Dat je kan neerleggen, neervlijen zelfs. Dus kom op je rug liggen en neem dan de ruimte in die je nodig hebt. Dat bedoel ik net zo goed fysiek als emotioneel. Je mag de ruimte innemen die je nodig hebt. Je ligt lang uit neer. Vanuit de heupen liggen de benen lang naar beneden. Benen niet te dicht bij elkaar, maar ook weer niet te ver. De armen. Je kan kiezen. Je legt ze met de beide handen op de buik, met de pinken dan in de liezen. En de duimen ongeveer ter hoogte van de navel. De vingers zijn dan gespreid. Of je legt de armen neer naast het lichaam. Een handig trucje om dat heel natuurlijk te doen is de armen juist op te tillen. Ze even boven je rond te houden en dan spontaan de armen te laten vallen. Dan liggen de armen meestal precies goed in de juiste houding. Want je wil ze voldoende ver hebben van je lichaam, zodat vanuit de schouders de armen open liggen, de handen dus bij voorkeur omhoog gedraaid, zodat in de schouders, de bovenrug, de ontspanning kan toegelaten worden. Het hoofd in het midden. Je kan nog eens van de ene kant, dus met het ene oor naar de schouder draaien, dan het andere oor. Voelen of de nek vrij ligt. Je kan het hoofd iets optillen, lengte maken in de nek en dan voor je gevoel het hoofd met het achterhoofd net iets verder neerleggen. Op de uitademing laat je dan los en voel hoe de nek verlengt, de schouders zachter worden. Laat alles ruim. Dus vanuit de heupen de benen lang naar beneden. En dan vallen de voeten spontaan wat naar buiten. Ga dan met je aandacht naar je linkervoet. Ervaar je voet. Niet als een beeld of een herinnering, maar zoals die nu zich aan je toont. Een levende ervaring. Geen zoekende aandacht, maar gewoon voelen wat zich aandient op dit moment. En je neemt de ontspanning als het ware op, zoals die zich nu aan je toont. Hoe je lichaam zich nu aan je toont. Je hoeft nog niks, de ontspanning zal over je heen komen. Dus je ervaart je lichaam zoals het zich nu toont. Voel dan je enkel. Stel je je enkel voor als een open ruimte. Een open doorgang van voet naar onderbeen. Voel het onderbeen. Laat het gevoel van je onderbeen in je aandacht zijn. Merk wat je ervaart.
zonder dat je er iets aan toe hoeft te voegen of aan af hoeft te doen. Voel dan de ruimte in de knie als een open doorgang van onderbeen naar bovenbeen. Voel de ruimte van het bovenbeen. Geef deze grote, sterke ruimte je aandacht. Voel de overgang dan van bovenbeen naar bekken als een grote open ruimte. En voel dan globaal het hele linkerbeen. De voet en het been samen. En dan voel je vanzelf of je goed ligt, of dat nog aanpassing vraagt. En laat dat gebeuren. Zonder na te denken, kiest je lichaam vanzelf de beste houding. Ga dan met je aandacht naar je rechtervoet. Van binnenuit de voet voelen. Aanwezig zijn in de voet. Voel wat zich aandient. Hoe toont de voet zich in je aandacht? Verplaats je aandacht omhoog naar de enkel, de rechter enkel. De doorgang van de voet naar het onderbeen. Voel het onderbeen. Laat het gevoel van je onderbeen in de aandacht. Ervaar van binnenuit. Je vervolgt je weg omhoog naar de knie. De knie als doorgang van onderbeen naar bovenbeen. Voel dan het hele bovenbeen. Die grote, sterke ruimte. Dit gebied mag helemaal bestaan in je aandacht. De overgang van bovenbeen naar bekken. Voel opnieuw of je de stand van je rechterbeen nog wilt aanpassen. En voel dan globaal het hele rechterbeen, de rechtervoet, beide benen samen. Wat kan je nog verzachten, loslaten? Wat kan je nog ruimte geven? En dan is je aandacht beland in het bekken. Voel het bekken. Stel je dat bekken voor als een grote, brede schaal. Voel hoe de adem begint in dat bekken. In de diepte van het bekken komt de adem op. De buik wordt groot. De beweging van het bekken naar de onderbuik. De beweging met de adem naar de heupen. Voel hoe met elke adembeweging er een lichte druk ontstaat in de onderrug naar de ondergrond. Hoe uitademend die druk wat wegvalt. Hoe je uitademend zacht maakt. Goed leeg ademt. En hoe je dan met een nieuwe inademing die ruimte weer vult, nog groter maakt. De adem in de diepte brengt, tot in de bekkenbodem. Voel hoe je adem je bekken verlevendigt. Luister met een open aandacht. Voel de onderrug. Voel het hele bekkengebied globaal, als een zachte ruimte, als een schaal die de adem ontvangt. En voel de deining van de adem in die ruimte.
Voel globaal het onderlichaam, het bekken, de benen en beide voeten. Telkens opnieuw voel je de adembeweging in het bekkengebied. Hoe het bekken volstroomt met een nieuwe inademing. En het is alsof de uitademing via de benen en de voeten het lichaam verlaat. Met de uitademing neem je dat laatste stukje spanning uit de benen mee. De adem voert het weg. Zo laat je met de uitademing de zwaartekracht steeds meer toe. Verplaats je aandacht dan naar de linkerhand. Voel in de geopende hand het gevoelige gebied van de handpalm. Voel het leven in je hand. Misschien voel je van binnenuit een tinteling, een beweging, een warmte. Helemaal vrij, ongedwongen, open. Er hoeft zich niets te bundelen in de hand. Voel de pols. De pols is een gevoeliger gebied dan je misschien denkt. Elke vernauwing of verruiming is subtiel voelbaar in de pols. Laat de pols ruim. Voel dan de zachte binnenkant van de onderarm. Vergelijk de binnenkant een keer met de buitenkant. Voel dat die buitenkant wat stugger is, wat compacter. Vervolg je weg omhoog door de elleboog als vrije doorgang van de onderarm naar de bovenarm. Hoe toont de bovenarm zich? Voel je de ruimte? Voel je nog wat spanning vanuit de schouder? Is het aanwezig of is het eerder subtiel? Misschien voel je wel niets. En voel daarna het krachtige en gevoelige gebied van de schouder. De schouder aan de voorkant, de bovenkant, maar voel ook de achterkant van het schouderblad. Van de achterkant van de schouder, inclusief het schouderblad. Voel met de hand de hele arm en de schouder, het schouderblad als één gebied. Zonder de aandacht in de linkerkant te verliezen, verplaats je nu je aandacht naar de rechterhand. De aandacht in de rechterhandpalm. Hoe toont de handpalm zich? Voel je een beweging van binnenuit, het ontvankelijke wat zich kan tonen in de handpalm. Voel de pols als overgangsgebied van de hand naar de onderarm. Is die pols zacht en vrij? Voel je nog wat weerstand? Voel je de behoefte om iets te verplaatsen? Doe dat heel intuïtief. Laat het gebeuren. Voel de zachte binnenkant van de rechter onderarm. Vergelijk met de buitenkant. Kan je dat gevoel in buiten- en binnenkant meer gelijkmatig maken? Voel de elleboog als vrije doorgang van de onderarm naar de bovenarm.
Wees aanwezig in dit moment in de bovenarm, hoe deze zich toont. Voel de voorkant, de bovenkant, de achterkant. Voel het schouderblad. Voel dan globaal beide handen en armen en de schoudergordel. Voel intuïtief of dit gebied nog meer ruimte vraagt of je anders wil liggen. En zo van binnenuit, zonder gedachten bijna, maak je de houding volmaakt. Volmaakt binnen de mogelijkheden van jouw lichaam. Voel weer de deining van de adem. Het rustige rijzen en dalen. En voel hoe je met de uitademing het gebied, het hele gewicht van dit gebied, steeds meer toevertrouwt aan de grond. Voel de hals en de nek. Beweeg licht iets met het hoofd en vind die stand van het hoofd die voor het gebied van jouw hals en jouw nek ideaal is. Voel hoe de achterkant van het hoofd kan rusten en de nek zacht wordt. Voel bewust de hoofdhuid. Voel de hoofdhuid alsof je je haar voelt. Voel je voorhoofd ruim, breed. Wat voel je van je ogen? Laat het helemaal bestaan. Voel je de ogen rusten in de oogkassen? De trekken rond de ogen zachter worden. En voel met het zachter worden, met het toelaten, alsof beide ogen wat dieper zakken in de oogkassen. Alsof er wat ruimte komt tussen de oogbol en het ooglid. Voel iets van de oren. Voel de neus. Voel de ruimte van de neushold. Voel de ademstroom in de neusholte als een afwisseling van koel en warm. Voel de wangen. Wangen zijn ontspannen, zijn de kiezen van elkaar. Voel de lippen, zacht, de mondholt, de tong. Voel hoe de tong rust in de mondholt. Laat het allemaal zacht en zwaar worden, alsof de plooien uit je gezicht zakken. Ook uit de onderkaak, de spanning, laten wegvloeien. Voel globaal het hoofd. Voel de ruimte in je hoofd. Voel dan je onderlichaam als geheel. Voel nu ook alsof je als geheel, je hele lichaam,
of dat goed ligt. Pas eventueel nog aan, voel je daar vrij in. Met het toegeven aan de zwaartekracht merk je dat je nog wat verbreedt en verlengt. Dus vanzelf zoekt het lichaam nog meer zijn weg in die toegave. Dus het is normaal als je nog wat beweegt. Voel je ruimte globaal. Voel de grenzen van je ruimte, de contouren van je lichaam. Voel opnieuw dit rustige ademritme door je heen gaan. Voel de grenzen van je ruimte en voel dat deze nergens meer scherp zijn. Door de ontspanning toe te laten, ervaar je alsof de huid en de lucht om je heen geleidelijk in elkaar overgaan. Voel de adembeweging in deze ruimte. De adembeweging als een licht reizen bij de inademing en een zwaarder naar de grond zakken bij de uitademing. Voel de neiging om met die uitademing meer los te laten. Nog meer toe te geven aan de zwaartekracht. Je lichaam voelen als een ademend geheel. De zwaartekracht heeft vrij spel gekregen. Op fysiek niveau is de ontspanning het toegeven aan de zwaartekracht. En op geestelijk niveau zou je de ontspanning kunnen zien als het loslaten van de buitenwereld. Het loslaten van het waakbewustzijn. Terugtrekken van de zintuigen. De pratyahara. Uiteindelijk wordt de ontspanning nog dieper en ervaar je dat je aandacht zich ook gaat terugtrekken uit het lichaam zelf. Contact met het lichaam blijft wel als een globaal geheel, een zwaarte waar je mee verbonden bent, maar er is iets dat daar bovenuit stijgt. Je bewustzijn gaat zich als het ware iets losmaken. En er komt een lichtheid, een zachtheid, een aanwezig zijn zonder begrenzing. De ontspanning kan zich verdiepen in je lichaam als een diepe slaap. De geest is nog steeds fris aanwezig, globaal, zonder ergens naartoe te willen. Stel je voor dat je ligt op de rug, ontspannen, de ogen gericht omhoog en je tuurt in de blauwe hemel. Het is een heldere mooie dag. Het blauw is strak, ongemoeid door wolken.
Een heldere, mooie blauwe lucht. En ergens boven zweeft een felgekleurde ballon. Voel je vrij om zelf de kleur te kiezen van die ballon. Misschien is de kleur al spontaan in je geestesoog verschenen. Observeer de bewegingen van die ballon in de lucht. Soms beweegt hij als een lichte deining van de ene naar de andere kant zwalkend. En door de wind verandert het patroon soms en wordt het bewegelijker, speelser, grilliger, voller voor je geestesoog. Die beweging. Je kijkt alleen maar. Terwijl dat ballonnetje heel spontaan, ongemoeid zich laat meebewegen door de wind, drijft het verder weg. Heel langzaam verkleint het. Verder en verder en verder. Zodat het niet meer zichtbaar is. Nog even blijf je in die wolkeloze blauwe lucht staren. Leeg. Niets. Als het denken weer onrustig voelt, glijd je terug in je lichaam. Je voelt je lichaam opnieuw van binnenuit, zonder oordeel. Alsof je het niet eerder hebt gevoeld, alsof je het nu ontmoet. Je hoofd, je schouders, je armen, je handen, de borstholte, de buikholte en het bekken. Beide benen en beide voeten. Observeer weer globaal. Het geheel. Ervaar nog even de ontspanning die ontstaan is in deze oefening. Verblijf nog even in die rust. Proef die ruimte, die stilte. En je lichaam heeft een eigen wijsheid. Als je dit vaker doet, herkent je lichaam dit steeds makkelijker, slaat dit op en kan je ook op andere momenten teruggrijpen naar die rust, die ruimte, die stilte. In deze staat van zijn heb je meer afstand genomen. De houding van toeschouwer. Van getuige zijn. Zonder inmenging. Yoga Chitta Vritti Niroda.
het stilleggen van de wervelingen van het denken. En zo is de beoefenaar, de ziener die stille getuige thuis in zichzelf, het onveranderlijke zelf, die stille plek die diep in je geworteld is. En dan spontaan bij het moment dat je weer wat alerter wordt, wakkerder wordt, gaat de adem langzaam weer verdiepen, ruimer worden, activeren. Voel je vrij om nog even te blijven liggen, te genieten van deze ontspanning. Of kies ervoor om weer te bewegen, met handen en voeten. Het hoofd eens te draaien van de ene naar de andere kant. Misschien moet je eens goed uitstrekken. Ga gerust schreeuwen als je daar behoefte aan hebt. Breng de handpalmen bij elkaar. Wrijf ze goed warm. Dan leg je deze als kommetjes over de ogen heen. Laat de warmte even instralen. En wrijf dan het gezicht. Activeer weer alle zintuigen. Het omgekeerde van die pratyahara, het terugtrekken van de zintuigen. Nu activeer je ze weer. Luister, ruik, proef, voel. Keer terug in je lichaam. Verfrist. Fijn dat je er was. Namaste.